Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Vanmiddag gaan we in gesprek met Veronique Zeeman van Best Open. Hoe lang ben je al in de raad? Ja, dit was mijn 3e periode, maar niet aaneensluitend. Ik heb ook nog 1 periode niet gedaan, dus 12 jaar. Primair vind ik dat het jongerenwerk gewoon heel veel capaciteit moet hebben. Ja. Omdat er heel veel wordt gesignaleerd, ook achter de voordeur. En jongeren die eenzaam zijn of wat voor problemen dan ook. Dus daar denk ik dat nog wel wat versterkt kan worden. En als je dan energie moet opwekken, doe dat dan op een duurzame manier. Ja. En wij zeggen, kijk nou eens eerst naar, we hebben nog heel veel daken in Best waar zonnepanelen bijvoorbeeld op kunnen. Nou, nu zit je dan weer dat het energienet vol is. Dus nu wordt er gezegd, dus stop op die zonnepanelen. Maar goed, daar zijn wij wel voor. We vinden ook wel Best gasvrij van het gas af. Ja. Zijn ook van die kreten. Ja, dat is mooi gezegd. Dat ondersteunen we ook. Ja. Alleen, we moeten ons beseffen dat niet iedereen dat makkelijk kan betalen. Je kunt natuurlijk, als je moet overstappen van een bepaalde kachel naar een duurzame, dat kost geld. Dat kan niet iedereen betalen. Nou, wij zijn niet voor een verhoging van de onroerend zaakbelasting. Best Open ondersteunt echt ook degene, dat zeggen we altijd, wij zijn er ook voor de kwetsbaren in onze gemeente. En daar moet de gemeente moet daarvoor zorgen. Kunnen we niet beter een wijk van Eindhoven worden? Nee. Wij zijn heel erg voor zelfstandigheid. We hebben volgens mij ook in Best echt laten zien dat we dat kunnen. Het zit bestuurlijk, hebben wij geen gedoe in Best. Nee. Dat is ook belangrijk. Nee. En we zeggen wel, we zien echt wel dat we de regio nodig hebben. Een wijk van Eindhoven, dan ga je op in het grote geheel. En dan gaan echt andere belangen spelen. Neem bijvoorbeeld groenvoorziening. Ja. Ja, nu kunnen we het zelf regelen. We kijken hoe de rotondes mooi zijn ingericht. Het ziet er best hartstikke goed uit wat dat betreft. Ja, Eindhoven kan andere prioriteiten stellen. Sportaccommodaties. Sportaccommodaties. Als je ziet hoe dat in Best is geregeld. Ja, dan, dat is fantastisch. Dat is een pluimpje. Ja, zeker. Dat is van een hoog niveau. En nou, ons zwembad. Ja. Ons zwembad is open. Ja, als je bij Eindhoven zou horen, is maar de vraag of Eindhoven denkt, we hebben daar ook mooie zwembaden, moet die in Best wel open blijven. Dus het is voor ons heel belangrijk dat Best zelfstandig blijft. Best Open is ontstaan vanuit, we willen juist in contact met die burgers en niks in die achterkamertjes. Dus daar is nog echt wel wat te verbeteren in communicatie met de inwoners. Maar hoe kun je dat bereiken? Ja, ik denk onder andere door politieke cafés, door social media is een manier natuurlijk om in contact te komen en te blijven met inwoners. En soms heel gericht vragen, mensen uitnodigen in een vroegtijdig stadium. Want dat is ook belangrijk, dat mensen niet overvallen worden. Dat je weet, dit gaat er misschien in mijn wijk, in mijn straat, in mijn buurt gebeuren. Dat vroeg wordt gecommuniceerd. Het gemeentehuis, zijn die stappen niet in vlucht genomen? Ja, misschien wel. Het gemeentehuis gaat iedereen in Best aan. Ja. Het is het huis van ons allemaal in feite. En ik denk wel dat achteraf bezien dat anders gecommuniceerd had kunnen en moeten worden. Het gaat over meer dan het gemeentehuis. Ja. En blijkbaar hebben we dat onvoldoende in communicatie gebracht met inwoners van waar gaat het nu over? Maar jullie hebben wel voorgestemd dat het naar Zeeman zou komen? Wij hebben voorgestemd dat het aan het Dorpsplein zou komen. Ja. En wij hebben als fractie verdeeld gestemd over het feit, moet het nieuwbouw zijn of verbouw? Nou, ons idee hoort het in het centrum aan het Dorpsplein. Wat gaan jullie de komende weken naar de verkiezingen doen? Wat activiteiten? Nou, wij hebben altijd onze koffieklets iedere zaterdagochtend in de ambacht. Dat kunnen we dan straks weer doen. We zullen op de markt zijn, aan het flyeren. Kijk, we vinden het belangrijk dat mensen gaan stemmen. Ja. En ik zeg altijd, je moet stemmen op een partij waar je je goed bij voelt of bij mensen. En daarin iedereen natuurlijk vrij. Maar ik zou echt iedereen willen oproepen om vooral te gaan stemmen. Nou, ik zou zeggen, heel hartelijk bedankt. Heel veel succes de komende weken. Dankjewel. En we hopen dat het met Best Open ook open blijft. Ja,
Precies, dank je wel. Bedankt voor het gesprek. Jullie ook bedankt.